Zo, dan stel ik voor dat we deze avond starten met onze eerste spreker. Dat is professor Hans Nouwing. Professor Nouwing is verbonden aan de Universiteit van Gent. Hij geeft les over virale ziekten bij verschillende diersoorten. Vanavond zal hij ons alles vertellen wat we moeten weten over het PRRS-virus. Professor Nouwing, Hans, als u uw presentatie deelt, dan geef ik u graag het woord. Wat ik zal doen met jullie is een verhaal doen over het PRSV, dus het porcine reproductief en respiratoire syndroom virus, vroeger, nu en in de toekomst. Want het virus is dus aan het bewegen. We zien dat niet direct, maar in de evolutie, en ik ben al een oude mens geworden, in de evolutie zien we dan toch het een en het ander verschijnen. En ik zal jullie meenemen in het verhaal van de evolutie van PRSV. Dus dit is ons virus. Ik zal mijn laser opzetten, dan kunnen jullie, dat kan ik even aanduiden. Dus hier bovenaan zie je particles met een elektronenmicroscoop. Hier zie je rechts met een cryo-elektronenmicroscoop zien we hier aan de buitenkant ons envelope. En in die envelope zien we heel weinig glycoproteïnen die erin zitten. En dat is ook een truc voor dit virus om eigenlijk te ontsnappen aan de immuniteit, niet te veel naar buiten tonen, zodat de immuniteit moeilijkheden heeft om dit te herkennen. Ik heb dat hier wel uitbundig aan de buitenkant getekend, zodat jullie dat goed zien. Dus we hebben een virus met van binnen de genetische informatie en aan de buitenkant eiwitten die zorgen voor de binding met de gastheercel. En voor het varken, de gastheercel is een afweercel, dat is de macrofaag, een van de belangrijkste afweercellen die er zijn, is eigenlijk het kloppend hart van de afweer. En interessant is dat we twee complexen hebben. We hebben hier, we noemen dat de MGP5 en de GP234 samen met een E. En wat je ziet hier aan de buitenkant, dat zijn allemaal suikers. Die boompjes die erop staan, dat zijn allemaal suikers. En dat is ook een truc voor het virus om te ontsnappen aan de immuniteit. Hoe meer suikers dat je aan de buitenkant zet, hoe gemakkelijker dat je ontsnapt aan de antistoffen die normaal gezien alles moeten neutraliseren. Dus dat zijn ook trucken van de voor, zou ik zeggen, voor dit virus om langdurig aanwezig te blijven bij het varken. Dit is een genetische stamboom. Wij hebben stambomen, maar het virus heeft dat ook. Links hebben we het type 1. Men noemde dat vroeger vooral het Europese type, maar dat is nu niet meer eigenlijk enkel in Europa aanwezig. Dus het is beter om te spreken over type 1. En aan de rechterkant hebben we type 2. Type 1 en type 2 gebruikt men niet meer, want men spreekt nu over twee verschillende virussen. De homologie is 60%, dus het is beter om te spreken van PRSV 1 en te spreken van PRSV 2. Vandaag gaan we het hoofdzakelijk hebben over PRSV 1. Waarom? Omdat dat het virus is dat bij ons voorkomt. Dus we gaan het niet hebben over bepaalde exoten. En onze type 1 hebben we vooral te maken met het subtype 1. We zien hier ook nog subtype 2 en subtype 3. Subtype 2 en subtype 3, dat is, ik zou zeggen, dat is voor onze vriend Poetin. Dat is voor Rusland en Wit-Rusland. Wij in West-Europa zitten vooral, hebben te maken met ons subtype 1. Dus dit is even een woordje uitleg over het virus zelf. Dit is een moeilijke slide, maar ik zal u er snel door trekken. Dat is hoe dat virus eigenlijk bindt en binnenkomt in die macrofaag. En dat is op een heel geslepen manier. Dat zijn hier bovenaan, ik word een oude mens, je ziet het al, ik heb al heel wat doctoraatstudenten versleten, zou ik zeggen. Die mensen hebben hier overal aan meegewerkt en we zijn nog niet ten einde. We zijn nog bepaalde dingen aan het ontdekken. Dus het eerste wat er gebeurt is dat virus bindt aan zijn cel, dus aan de macrofaag. En hij doet dat, je ziet dat hier aan de buitenkant, hij doet dat via zijn suikers. En dat is een unicum. De meeste virussen binden via eiwitten, maar deze bindt via suikers aan de cel. Dat betekent dat, en suikers zijn zeer slecht immunogeen, dat het moeilijk is om bepaalde antistoffen op te bouwen tegen de buitenkant van dat virus om te neutraliseren, om de entry van het virus te gaan blokkeren. Je ziet hier bovenaan komt dat virus dan binnen via bepaalde liganden en bepaalde eiwitten. En dan zit het virus zit binnenin. En eenmaal dat binnenin zit, krijgen we een pH-drop, de zuurte, wordt zuur. En dan krijgen we het naar buiten komen van het genoom. En op die manier wordt onze macrofaag geïnfecteerd. Dat is in het kort weergeven. Heel belangrijk is dat in heel dat proces, en je ziet hier bovenaan staan, zijn er twee eiwitten in de cel die belangrijk zijn. Siglec 1 en 10, dat zijn eigenlijk de receptoren aan de buitenkant. En de CD163, dat is een eiwit eigenlijk dat zorgt voor de disassembly, dus voor het opengaan van het virus en het vrijstellen van het genoom.
Als we de evolutie gaan bekijken, eigenlijk, wij kennen PRSV van de jaren 90. Hè. Dan is dat hier binnengekomen, we hebben dan heel wat gezien, maar PRSV is ouder. En ons, de voorouder van ons PRSV, moeten we terugvinden achter het ijzeren gordijn. Vandaar is dat ding gekomen en heeft al een heel lange evolutie. Dus we moeten niet denken dat vanaf 90 dat er plotseling een nieuw virus binnengekomen is. Dat is niet waar. Dat is ook zo, dat is al zeer logisch bewezen in de Verenigde Staten. Dus dat virus is al lang aan het circuleren, maar... En dat is een belangrijke. Voor de jaren 90 was dat subklinisch. We zagen daar, dat virus was niet virulent, was eigenlijk apathogeen. En om dat te kunnen zijn, moet dat virus ergens op een of andere manier bepaalde macrofagen geïnfecteerd hebben die niet belangrijk zijn. En Jason is nu recent naar Johnson & Johnson gaan werken. Je weet, SARS-CoV-2, ze hebben die man meer geld gegeven dan dat ik kon betalen, dus die man is vertrokken. Een hele sterke man, want die heeft eigenlijk een... dit is waarschijnlijk de 8G-type receptor. Dat is Siglec-10. Is eigenlijk een receptor die aan de buitenkant zit van bepaalde macrofagen en lymfoïde weefsels. Maar die zijn niet zo belangrijk. Dus eigenlijk, als je die kapot doet, dat varken heeft er geen last van. Vandaar dat uiteindelijk, dat virus kon dus circuleren. Kon dus van varken tot varken gaan, zonder dat er veel te zien was. En dat was dus voor de jaren 90. En dan, een hele belangrijke is... Dat Jason ook gezien heeft dat bepaalde B-lymfocyten kunnen geïnfecteerd worden met virus. Maar het virus kan er niet repliceren. Dus er is enkel opname van het virus en blijft in die B-lymfocyten hangen. En dit is eigenlijk een vorm van het aanwezig blijven van het virus in het varken. En dat is ook al omgekend dat virus eigenlijk bij bepaalde varkens kan blijven plakken. Het is allemaal veranderd in eind jaren 80, begin jaren 90. Voor ons, bij ons was dat 1991, vanuit Duitsland. Ik herinner me nog die vergaderingen. Er was iets en dat was gewoonweg een virus, een PRSV. Lag virulent, maar dat virus begon plotseling een ander macrofaag te gaan infecteren. En dat was onze, en we noemen dat de celadzine positieve macrofagen. Dat is een heel speciaal type macrofaag. Zit in lymfoïde weefsels, maar ook in de longen. En ook... En de baarmoeder en de metrium en placenta. En dat is een hele belangrijke, want als je die macrofagen natuurlijk begint kapot te doen, dan kun je kliniek krijgen. En vandaar dus dat virus begon dus te repliceren in de longen en in de baarmoeder. Vandaar dat het dus aanleiding gaf tot respiratoire probleem en reproductiestoornis. Vandaar de naam porcine reproductief en respiratoire syndroomvirus. Het is dus zeer logisch opgebouwd. Wel was het zo dat als we zaken wilden reproduceren, dat reproductiestoornissen gemakkelijk te reproduceren waren. De longproblemen, dat was veel minder te reproduceren. Daar hadden we dus meer nodig. En daar gaan we straks op terugkomen. Maar hier zie je een beeld, het gebruik van virussen. Dus Lelystad virus, dat is het prototype virus, het oud virus. Hier bovenaan, dat zijn cellen die celadzine tot expressie brengen. S1 en de S10, dat is Siglec-10. En je ziet dus dat de Lelystad virus veel gemakkelijker... Dus de S1 gebruikte dan de S10. Dat wil zeggen dat we hier dit een voorkeur had voor onze Lelystad virus. En dat was ook zo het geval voor genotype 2, de VR2332. Dat is het prototype voor het Amerikaans type. Wat gebeurt er nu in de longen met dit type virus? Wel, dat was, Geoffrey Labarque heeft daar nog opgewerkt. Dus hier zie je op het moment van inoculatie van het varken met dat virus. Dat is hier, dit hier in het rood, dat zijn jonge monocyten. Dat zit niet in de longen. Dus er zit hier en daar een keer eentje. Maar hoofdzakelijk zie je hier oude macrofagen zitten. Volwassen macrofagen, alveolaire macrofagen, die een job doen. Dat is eigenlijk bacteriën ruimen waar dat nodig is. En dat zijn rustige macrofagen. Dus deze hier, die doen hun job op een rustige manier. En je ziet wat doet PRSV, die infecteert deze cellen. Die gaan ze allemaal kapot doen. En je ziet hier, er zijn er al heel wat minder. En wat er dan gebeurt is, het lichaam gaat erop reageren. Er zijn dus macrofagen die aan het verdwijnen zijn. En die gaan dus massaal monocyten vanuit bloed richting longen sturen. En je ziet dat het hier vol zit met jonge monocyten. Dit is een heel gevaarlijke situatie, want monocyten zijn niet rustig, zijn explosief. En dat willen we niet hebben. Godzijdank dat allemaal normaliseert. Dus die 30 dagen, ja, het duurt dus inderdaad heel lang, 30 dagen na in je klas, zie je normalisatie van heel de long. En dat is ook nodig, want dat is weer een steady state. Dat is eigenlijk een rustige situatie. En je ziet hier, op het moment dat er een zware invloed is van monocyten, daar krijg je dus de miserie. En dit niet door PRSV, maar door de PRSV+. Ik zeg altijd, respiratoire heeft niks te maken met PRSV. Respiratoire probleem, dat is altijd PRSV+. En de meeste mensen zijn contact met de PRSV, maar ik ben altijd op zoek naar de plus. En dat de plus kan zijn andere virussen, bacteriën, maar ook LPS.
Dan als we kijken naar de placenta, hier onderaan zie je de maternale placenta, bovenaan introot de fetale placenta en het virus slaagt erin vanuit de bloedbaan van via geïnfecteerde macrofagen doorheen het epithel richting foetus te gaan en daar de macrofagen te infecteren. Hier beneden zie je heel mooi aan de bovenkant fetale placenta en aan de onderkant endometrium. En alles wat rood is, dat zijn geïnfecteerde macrofagen. Je ziet dus dat dat een totale destructie is van die macrofagen ter hoogte van de placenta. En dat heeft als gevolg dat, je ziet hier bovenaan een heel mooi beeld van de fetale placenta en endometrium bij een normaal dier, een appositie van de twee epithelia van moederdier en van foetus. Bij infectie krijg je dus het volledig, ziet hier de tip van een villus, dat eigenlijk volledig loskomt. En dat mogen we niet hebben. En hier rechts zie je al een volledige destructie, volledig loskomen. Dus als de placenta begint te lossen, dat is de dood van de foetus. Foetus kan niet meer ademen, geen zuurstof, CO2-uitwisseling en ook geen uitwisseling meer van nutriënten. En dan, in de evolutie, en wij hebben vooral gewerkt met de 2013, we noemen dat Flanders 13, is internationaal gekend als Flanders 13. Wat was het geval? Wel, ik had een paar dierenartsen, ik ga geen namen noemen, maar als ze luisteren gaan ze wel weten op wie dat ik het heb. Een paar dierenartsen die tegen mij zeggen, Hans, er is hier iets dat niet klopt. Wij hebben hier nu bijen dat wij opzetten en wij krijgen een soort van een influenza beeld, maar er zit geen influenza in. Het enige wat wij eigenlijk terugvinden in die beesten, dat is PRSV. En ik geloof altijd in onze Vlaamse dierenarts. Dat zijn heel sterke individuen. Dus ik heb goed geluisterd en ik ben beginnen werken met die Flanders 13. En wat hadden we gezien? Dat is dat het virus, daar waar Lelystadvirus niet vermeerde ter hoogte van de bovenste ademhalingswegen en ook niet ter hoogte van trachea, zagen we dat dit type, Flanders 13, eindelijk heel vlot in het varken vermeerde in de neus en ook in de trachea. Dus dat betekent dat er een groot verschil was tussen de oude stammen en de nieuwe stammen. Het leek dat die nieuwe stammen ergens, en dat zie je hierboven, een nieuwe type macrofaag aan het infecteren was in de neus en de trachea. En dat is heel interessant voor dat virus natuurlijk, want als je vermeerdert in de neus, dan kun je ook sneller gaan spreiden. En dat is een sterke truc. En dat is ook de wet van de sterkste. Dus de wet van de sterkste wil zeggen, als jij in de neus vermeerdert, ga je vlot dus overgaan. Dat is op dit moment ook met SARS-CoV-2 het geval. Die nieuwe varianten die ontstaan en die eigenlijk beter circuleren, dat zijn de mannen die eigenlijk echt repliceren ter hoogte van de neus. Wel, dat was hier ook zo met PRSV en gaf dus ook een sterkere, vroeger een viremie van, laat staan, 10 tot de 2, 3 TCD5, dus infectieuze viruspartikels per ml bloed, was veel, maar in deze ging je vlot naar 10 tot de 4, tot zelfs tot 10 tot de 5. Infectieuze partikels per ml. Dus dit is wel degelijk een zwaardere lading dan voordien. En de reden daartoe is gewoon omdat er veel meer macrofagen kunnen geïnfecteerd worden, waardoor dat die lading in het bloed versterkte. Laten we stellen wat kliniek betreft, meer respiratoire probleem, meer acuut, maar was niet te wijten aan het virus alleen, maar weer door de PRSV+. Altijd, nog altijd hier met de Flanders 13 en natuurlijk ook reproductiestoornissen. Dat is Young, dat is een van onze nieuwe aanwijzingen, Koreaanse student, zeer sterke dame, heeft aangetoond dat in de neus, dus hier in het rood, CD163, dat zijn allemaal macrofagen, dus de neus zit vol met macrofagen, hier twee locaties, en zie je in het groen Siglec 1. Siglec 1, dat is eigenlijk de receptor voor ons Lelystadvirus, de oude, en je ziet hier duidelijk dat er hier van boven, het zit hier wel macrofagen, maar er zijn quasi, er zit geen zin op. Dus eigenlijk, dat is de reden waarom dat Lelystadvirus zo moeilijk kan repliceren in de neus. Maar in de diepte, en dat zijn de submucose, dat zijn de lamina propria, zijn dat speciale macrofagen. In de diepte zijn dat weer de normale sialadezine positieve macrofagen. Maar hier van boven zijn het heel speciale. En dat heeft ze vorig jaar gepubliceerd. Het is heel belangrijk, want het varken kan als model staan voor de mens. En dat wil die duidelijk stellen dat wat er in de neus gebeurt, totaal verschillend is. Wat er in de long gebeurt. Dus de longmacrofaag is totaal verschillend van de neusmacrofaag. Dat is Ilias, een Griek die bij ons gewerkt heeft, duidelijk aangetoond. Je ziet de replicatie van het virus in de neus. En je ziet dat Lena, dus dat is een subtype 3, heel vlot vermeerderd. Dat was ook het geval voor de Flanders 13. En dat de LV quasi niet vermeerderd. En je ziet hier de infectie met LV heel beperkt. Kleine celletjes. Als je kijkt naar Lena en Flanders 13, dan zie je van die massa's. Grote, supergrote macrofagen, dat zijn dus typisch voor de neusmacrofagen, zijn groter dan de longmacrofagen en die zijn dus allemaal heel zwaar besmet. Dit hebben we dan in de tijd ook nog met andere stammen even bekeken
En je ziet hier in de loop van tijd, Lelystad-virus had enkel maar, infecteerde enkel maar de cellen in de positieve. De Flanders 07 en de 13, zie je dat hem naast de cellen in de positieve ook die neusmacrofagen aan het infecteren was. Interessant, genotype 2, de VR2332, die van in begin was die al de neus aan het infecteren. En dat is een groot verschil, want de meeste jonge mensen weten dat niet, maar ik ben al een oude vent, dus ik kan dat beamen. Ik weet nog dat Pensard ooit zei, als ze terugkwam vanuit de Verenigde Staten, en hij zei van Hans, ik versta daar geen bal van, maar dat een Amerikaans virus is dat totaal verschillend van het Europese. En dat is al een voorbeeld. Dus het Amerikaans type kon al heel duidelijk de neusmacrofagen gaan infecteren. En was dus ook een spreider avant la lettre. Dit konden we niet zeggen van Lelystad virus. De oude mensen onder ons, die weten nog wel, als je met een PRSV zat in het begin van de afmest, wel, dat virus had een hele mestperiode nodig om alle varkens te infecteren. Dat moet je niet zeggen van die Flanders 13 bijvoorbeeld, want die vloog door een bende varkens. Dus er is een duidelijke evolutie en dit heeft vooral te maken met vermeerderen in die neus. En dat is een belangrijke. Dus normaal gezien, de neusmacrofagen zijn hier weer getekend. Die gaan, dit zijn allemaal bacteriën. Neus, dat is een vuile plaats. Ik moet maar een keer mijn vinger in je neus gaan en ik de boel naar buiten halen. Eet het niet op, want dat zit dus vol met bacteriën. Dat blijft aan de buitenkant hangen en dat gaat niet doorheen deze laag van macrofagen. Als je die kapot doet met een Flanders 13 of een Lena, dan zie je dat die bacteriën natuurlijk vrij spel hebben en kunnen invaderen. Vandaar dat dit hier een zeer belangrijk iets is voor een PRSV plus probleem te krijgen. Dan gaan we meer naar het einde van ons verhaal. Dat is nu recent. We hebben in 2020 door een dierenarts weer, een persoon die alarm sloeg en die zei van Hans, ik zie hier bloeding, ik zie hier pathologie. En weer op dat vlak was het enkel maar PRSV dat we er konden uithalen. Door corona hebben we er eigenlijk nog geen dierproef mee kunnen doen, maar dat gaan we. Ik heb een Chinese student die nu gestart is en gaan we binnenkort even gaan doen. Want het ziet er naar uit dat het virus ook nu een andere populatie aan het infecteren is. En dat zijn de veneuze macrofagen. Weer een nieuw type macrofagen dat we ontdekt hebben. Niet in de arteriewanden, niet in de capillairwanden, maar in de veneuze wanden zit er een heel mooi kapsel van heel mooie macrofagen. En die in ons ogen zeker een target kunnen zijn. We hebben nu voor het moment veneuze explanten en aangetoond dat het virus inderdaad in die macrofagen kunnen infecteren. En nu gaan we met verschillende stammen even kijken of daar verschillen zitten met PRSV. Dit is voor mij een heel gevaarlijke situatie. Want als dit meer en meer gaat voorkomen, dat mogen we niet hebben. Dat is bloedvatpathologie, want dan krijg je exudaatuitstorting. En dat gaan we dan ook in het veld zien. Dus ik hoop maar dat dit monster niet zich verder ontwikkelt. En dat er een soort van anti-selectie is. Want we denken altijd dat er selectie is naar altijd virulenter en pathogener. Maar dat er een soort van anti-selectie is. En dat deze stam eigenlijk niet met zijn staart gaat roeren. Maar we zijn gewaarschuwd. Dus ik hou hem in de gaten. En dit is denk ik al een paar keer voorgekomen zo'n stam. Dus we moeten dit op lange termijn blijven bekijken. En mijn laatste slide is deze hier. En dat is interessant voor jullie. Afrikaanse varkenspestvirus. Dat virus heeft ook een tropisme voor macrofagen. Ook voor gedifferentieerde macrofagen. En interessant, dat is dat er een verschil is tussen genotype 1 en 2. Wij hebben vroeger in Vlaanderen genotype 1 gehad. Dat was een loser. Die kroop vooruit, die grocht er niet vooruit. Maar dat genotype 2 is eigenlijk een heel agressief ding en spreidt veel vlotter. En ik zit in een paar consortia nu en ik ga mijn expertise van PRSV ook aanbieden om te kijken hoe het zit met African Swine Fever Virus. Ik werk samen met Cienzano en ik ben overtuigd dat genotype 1 eigenlijk een is die een beperkte subpopulatie van macrofagen infecteert, meer intern, een klein beetje zoals onze oude ARG-PRSV. En dat ons type 2 meer een type is zoals onze meer moderne PRSV-stammen. Wordt vervolgd en bij deze geef ik de microfoon terug aan Tamara die ongeduldig al zit te wachten van wanneer gaat hem nu weer stoppen in zich. Oké, vriendelijk bedankt voor het luisteren. Dank u wel, Hans. Indien jullie vragen hebben voor Hans, moeten jullie die altijd even typen. Dan kunnen we die stellen. Er zijn een tweetal vragen op dit moment al binnengekomen. Hans, verwacht je ook verandering in de Lena-stam? Is dit dan een bravere stam of niet? Als je kijkt naar de Flanders 07 en de Flanders 13, bestaat dan die kans ook voor de Lena-stam? Wel, de Lena is al, ik zou zeggen, die zit al overal in te vermeerderen. Daar heb ik schrik van dat zoiets zich gaat ontwikkelen, want Lena, dat is het einde.
Dus Lena, dat was een stam die dus 3 tot 4 weken koorts gaf, tot 41, 42. Dit is een stam dat je zeker hier niet wil hebben. Dat is eigenlijk zelfs agressiever dan een varkenspestvirus. Dus dit is echt de ramp. En we willen niet in die richting gaan. Maar daar heb ik schrik van. Dat is hetzelfde als de high fever strains vanuit China. Die leken enorm goed aan die op de Lena. Dat is eigenlijk het eindpunt. Die stammen kunnen dus heel vlot vermeerderen in die veneuze macrofagen. En vandaar dat die ook zo'n zware patologie hebben. En die geven dus exudaatvorming. Niet zozeer bloedingen, maar duidelijk exudaatvorming. Dus als je die beesten open doet, zit dat dus vol met exudaat. En dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk een eindpunt. Erger kan niet. Lena kan maar één ding doen, dat is verbeteren. Ik weet niet hoe dat nu zit in Wit-Rusland. Ze hebben natuurlijk African Swine Fever gehad. Ze hebben al hun varkens doodgedaan, zodat ze geen African Swine Fever meer hadden. Maar het zit in een wilde varkens. Dus ik denk dat ze, als ze weer opstarten, dat die Lena nog altijd zware problemen gaat geven. Dat is echt het monster nummer 1, net zoals de Chinese stam. En voor jullie informatie, de Verenigde Staten zit er ook vol van. Hè? Dus men spreekt daar niet veel over, maar ze zitten daar met bloedvatpathologie. Wordt niet veel naar buiten gebracht, wegens natuurlijk een commerciële redenen. Maar ik heb gesproken recent met een Amerikaan en die zegt dat het daar echt schering en inslag is. Dus die zitten ook al met een dergelijk type. Dus het is eigenlijk een soort van, ik noem dat een tikkende klok en een evolutie. En die gaan allemaal dezelfde richting op. Dus vandaar dat wij zijn altijd een beetje achter geweest met onze PRSV. Wij zijn eigenlijk met ons PRSV, West-Europese PRSV, altijd een beetje achter geweest in de evolutie. Dus ik hoop dat we het hierbij kunnen houden met die stam. Maar ik vrees eigenlijk dat die verder gaat in zijn virulentie. Ik zie nog een tweede vraag binnenkomen. Hoe ver mag de wilde stam afwijken van de vaccinstam, homologie en sequentiebepaling, om een goede werking van het vaccin te kunnen verwachten? Ja. En misschien aansluitend, vanaf wanneer spreken we eigenlijk van dezelfde stam? Wel, dat is, ja, je kunt er denk ik avonden over vullen, maar dat zal ik niet doen. Ik heb al heel wat challenge stammen gebruikt en heel wat vaccinstammen. Dus alle gat in de weerde geven nog altijd even goed of even slecht. Het is natuurlijk te zien hoe dat je het bekijkt. En dat heeft te maken met de celgemedieerde immuniteit. Ik heb nog geen enkele proef gedaan waar ik moet zeggen van dat die gat in de weerde eigenlijk niks doen. Ze doen allemaal iets en dat gaat meestal in de richting van 90% reductie. Wat eigenlijk, als dat humaan moest zijn, nog altijd zeer goed is. Maar ja, het zou beter kunnen. Eigenlijk, wij zijn gewend, veterinair, hè, om altijd 100% te ambiëren. Maar ja, dat is dus altijd ervan uitgaan dat we zeker en vast een werking hebben. Tot op heden hebben we nog altijd werking met de gat in weer de vaccins. Als de ene nu iets beter gaat geven dan de ander, dat is moeilijk. En eigenlijk zouden we daarvoor eigenlijk de epitopen allemaal goed moeten kunnen definiëren. Zowel voor het opwekken van de humeraal, dus van de antistoffen, als ook het opwekken van de celgemedieerde. De humerale, daar hebben we in de tijd ooit mee bezig geweest. Marijn van Ee heeft dat ooit gedaan en we hebben dat eigenlijk nooit uitgewerkt. Maar daar is nu Sebastian Teuns nu mee bezig om er een soort van een kleurboek van te maken. Om te zien in hoeverre dat die stammen op vlak van die epitopen dicht of verder zitten. En op die manier kun je ergens een inschatting maken wat eigenlijk de beste stammen zou kunnen zijn om te gaan gebruiken. Maar het is net zoals met de USK in de tijd. Het vaccineren is belangrijker dan het type vaccin. En luister wat ik zeg. Oké, ik ga nog een laatste vraagje stellen. Misschien eerder op jouw vorige vraag, de Lena-dreiging. Is het dan wel een goed idee om Lelystad te bestrijden met vaccinatie? Tja, het is geen alternatief. Hè? Dus eigenlijk, ik ga akkoord. Mochten we hier in een gebied zitten waar dat er weinig bedrijven zijn, en mochten we kunnen een soort van een high health of een SPF omstandigheden creëren, dat zou allemaal interessant zijn en mooi zijn. Maar ja, dat is economisch allemaal niet haalbaar. Dus eigenlijk, we zitten met de situatie dat we nu hebben. En het is vaccineren, oftewel verzuipen, denk ik, op veel bedrijven. Maar ik ga akkoord, een soort van een vrijheid van, dat is nog altijd, ik denk dat dat de toekomst is en het beste zou zijn. En men is nu volop bezig, dat mogen jullie weten. Resistente varkens aan het maken in de Verenigde Staten en zeer zeker in China. Men is er hard mee bezig. Ik was er in het begin een beetje tegen, maar op den duur, als die stam hier natuurlijk zo agressief bezig is en in de Verenigde Staten is het al zover,
gaat men natuurlijk heel graag een nieuw varken kweken dat totaal niet gevoelig is aan PRSV. We kunnen daar hard tegen zijn, maar eerlijk gezegd, als je moest weten hoeveel, en we spreken dan niet zo, dus de vaccinatie, maar daarnaast ook heel wat antibiotica die zelfs nog gebruikt worden, als je met miserie zit, moet je iets doen. Hè. Dus als je de hoop moest zien dat er eigenlijk gebruikt wordt om PRSV plus, en dan spreek ik over de plus, onder controle te hebben, je zou verschieten. Dus eigenlijk een resistent virus op dat vlak, wij gaan dat niet rap gebruiken in Europa, maar ik ben er niet vies van. Dus ik ben gekanteld, moet ik zeggen, van een soort van een anti naar een meer pro-persoon. En zeker met African Swine Fever, dat ding is niet weg. Hè. Dus dat zit daar maar te zitten. Dus men is ook nu, dat zal geen gemakkelijke zijn, maar men is ook bezig om na te denken om ook op dat vlak ergens een of ander resistent varken te maken. Want dat is een heel zwaar probleem voor de toekomst. Oké, hartelijk dank voor uw bijdrage, professor Nouwing.